Daar is vandaag de finale begonnen. In een Best of Seven-serie gaan Den Helder en Binnenland uitmaken wie er kampioen van Nederland wordt. De gegevens vooraf.
De regerend landskampioen Yellow Bike Den Helder is een grootmacht in het vrouwenbasketbal. De club is sinds 1983 actief in de eredivisie en won 11 keer de titel en ook 4 keer de nationale beker. Dit seizoen boekte Den Helder al 3 maal een zege op de tegenstander van vandaag, Binnenland. En Binnenland werd nog nooit kampioen, ondanks finale plaatsen in de afgelopen 2 jaar. Beide keren werd in die finale verloren van inderdaad Den Helder, de tegenstander van nu. In 2004 won de club uit Barendrecht wel de beker. En Binnenland heeft ook 5 internationals in de ploeg en werd in de reguliere competitie derde. In de halve finale van de play-offs werd Lions uit Landsmeer verslagen. Den Helder, dat staat onder leiding van een man die er met hart en ziel voor gaat. Misschien gaan we dat zo ook wel weer zien. Meindert van Veen, hij is inmiddels een begrip in het vrouwenbasketbal. Het eerste finale duel, Den Helder tegen Binnenland, met commentaar van Erik van Dijk. De strijd tussen Den Helder en Barendrecht is ook een strijd tussen 2 zusjes. Deze Leonie Kooi speelt voor Den Helder en voor Binnenland uit Barendrecht, deze Laura Kooi. 3 keer speelden beide ploegen tegen elkaar en 3 keer won Den Helder. De thuisploeg spelend in het geel. En dat is geen veelbelovende statistiek als je uit Barendrecht komt. En dan te weten dat tot nu toe alle playoffwedstrijden van Den Helder met meer dan 20 punten verschil gewonnen werden. Irene Sloof met het eerste schot van de wedstrijd. En ook dat belooft niet veel goeds voor de ploeg spelend in het wit uit Barendrecht. Lee voor Den Helder naar Halmen. Een van de grootste jonge talenten uit het Nederlandse vrouwenbasketbal. 20 jaar oud is ze pas. En zij heeft de eerste score van de wedstrijd. 2-0. Het antwoord van Laura Kooi is daar nog niet. Zij mist de 3-punter. Maar zij is wel de beste 3-puntschutter in de Nederlandse competitie. En over het algemeen gezien is Binnenland toch op de guardpositie erg sterk. Ze missen Hudek, die is geblesseerd, maar deze Huitsing is weer terug. Ervaren guard was lang geblesseerd aan haar knie en later aan haar hamstring, maar is nu gedwongen om veel minuten te maken in deze eerste playoffwedstrijd in de finale. De aanval van Den Helder met weer vrij Halman. In de eerste helft gaan beide ploegen gelijk op. Den Helder scoort iets makkelijker en staat met 3 punten voor. In de tweede helft gaat Holman aan het werk. De rebound voor Cherry Lee. Nog onzichtbaar in de eerste helft. En zij is toch een van de grote sterren van Den Helder. En dat bewijst ze hier met deze knappe score. Cherry Lee is goed voor 17 punten per wedstrijd. Laat eindelijk zien wat ze waard is. Voorsprong voor Barendrecht. Nog 1 punt. Appers, 3-punter. Ze voelt dat hij mis is en gaat voor de eigen rebound. Maar mist de rebound. Toch nog balbezit voor Barendrecht. Irene Sloof kan ook van die afstand raak schieten. En dat doet ze. 3-punter voor Sloof. En de voorsprong voor de ploeg in het wit. 4 punten. 36-40. Naar de basket van de Berg. En het verschil van 4 punten teruggebracht tot 2. Na deze mooie actie van de Berg. Maar meteen balverlies voor Barendrecht. Dat geen voorsprong meer heeft. De ploegen staan gelijk. Cherry Lee met de mooie verdedigende actie en de score. En hier de kans voor Den Helder om zelf weer op voorsprong te komen. Beide ploegen zijn erg aan elkaar gewaagd. Al lijkt Den Helder nu wat makkelijker te scoren. Romy Calderon met een 3-punter. De voorsprong voor Den Helder. En weer is er balverlies voor Barendrecht. Dat slordig speelt in deze fase in de derde periode. En hier de nieuwe guard, zo kun je wel zeggen, Tasha Washington voor Den Helder. Dat hier Cherry Lee een mooie paas ziet geven. En een foutje van Appers. En Kooi naar de vrije worplijn. 45-42. Een kleine voorsprong nu dus voor Den Helder aan het einde van de derde kwart. En Sloof met het balbezit, verdedigd door Van den Berg. Christa van Alten en Jackson op zoek naar Kooi, maar geen goed schot. Ook van Alten mist en Sloof. Een rommelige fase onder de basket. Mooie paas van Washington naar Kooi. En de score. En een voorsprong van 5 punten. 47-42.
Maar Binnenland vecht zich terug in de wedstrijd. Het krijgt wat vrije worpen mee. En het verschil is nu nog maar 2 punten. Van Alten vindt Vogelsang. En Vogelsang zet Binnenland op een voorsprong. Vogelsang komt van de bank, maar is international en kan dat schot van die afstand goed raken. Kooi naar Huitzing en kan Jackson Binnenland op een grotere voorsprong brengen? Nee. Rebound van Hallman. En Washington met de bal voor Den Helder. Lee. Met een belangrijke 3-punter. Het hele jaar is zij al de steunpilaar van dit team uit Den Helder. Stapt naar buiten en schiet de 3-punter raak voor de thuisploeg. Washington dan met een fout die tegen haar gemaakt werd op de schothand terwijl ze naar boven ging. En Meijnert van Veen geeft de aanwijzingen aan Den Helder dat dus weer op voorsprong kan komen. Lee mist de vrije worp dan wel, maar vangt wel haar eigen rebound. En dan gaat de bal naar Hallman, knap gedraaid om die Jackson heen, die toch echt geen slechte verdedigster is. En zo loopt Den Helder weer wat weg. Het lijkt stuivertje wisselen, maar het verschil lijkt nu wel wat groter te worden. De stand is 53 tegen 47. En slordig balverlies voor Sloof. Een harde botsing tussen Washington en Huitzing. En daar Romy Calderon met een dolksteek. Een 3-punter, 56-47. En binnen een paar tellen is de voorsprong van Den Helder wel heel groot geworden. 9 punten. Maar Jackson doet aan het einde van het derde kwart nog wat terug. 56-50. En zo is het verschil te overzien aan het begin van het vierde kwart. Van den Berg met een mislukte lay-up. Maar er wordt hard verdedigd. Hallman en Van den Berg krijgt een tweede kans. En brengt Den Helder 2 punten. Het is zaak voor Binnenland om de voorsprong van Den Helder niet te groot te laten worden. Vierde kwart nog zo'n 8 minuten te spelen. En Jackson, de beste speelster aan de zijde van Binnenland, met een score en vrije worp mee. En die vrije worp, die scoort zij ook. Van Alten. Ook zij. Scoren. En dat betekent dat Binnenland weer helemaal terug is in de wedstrijd. Steeds als Den Helder wegloopt van Binnenland, komt de ploeg uit Barendrecht terug. 62-63. 1 puntje nog de voorsprong voor Den Helder. Dat met deze 3-puntschutster hier Lee vindt. Lee staat iets binnen de 3-puntslijn. Is dus 2 punten. Maar wel goed dus voor een 3-punts voorsprong. Jackson heeft moeite met de druk van onder meer Laura Kooi. En Vogelsang met de verkeerde beslissing. Van Alten stond helemaal vrij, maar geen score. Calderon krijgt hier lopen. En geen 3-punter. En Binnenland blijft dus in de wedstrijd. Zo'n 3 minuten nog te spelen. Als in plaats van een 3-punter het balverlies is voor Den Helder. Maar weer balbezit voor de thuisploeg. Dat met Kooi een makkelijke 2 punten noteert. En dus is de voorsprong nog altijd 64 tegen 67 voor Den Helder. En het zoeken is weer naar Lee. En Lee doet in de tweede helft haar reputatie eer aan. Ze scoort, ze vecht, ze rebound. Ze maakt het verschil voor Den Helder. Van Alten met moeite. En balverlies weer voor Binnenland, dat nu op haar tellen moet passen. Van den Berg. En we scoren. 64-72. 6 punten is de voorsprong voor Den Helder. Dat weer balbezit heeft. Washington voeten op de 3-puntslijn. Dus het is een 2-punter als hij raak was geweest. Maar ook dit telt. Deze 2 punten van Lee. De rebound en de score. En de ploeg uit Barendrecht moet haast gaan maken. Jackson met een 3-punter. En dan is het verschil nog maar 3 punten met 24 seconden nog te spelen in het vierde kwart. Belangrijke score van Jackson. En wat doet Den Helder?
Nog zo'n 18 seconden. En de bal natuurlijk in handen van Lee. Er moet een fout gemaakt worden. Dat probeert Laura Kooi ook te doen. Maar geen fout wordt gegeven. Washington. Weer naar Lee. In die laatste fase van de wedstrijd. Is er dan nog tijd? Ja. Den Helder staat met 3 punten voor. En een 3-punter zou dus een verlenging afdwingen. In de laatste seconde van de wedstrijd. Jackson met de misser. En dus is er de eerste overwinning in deze Best of Seven serie voor de ploeg uit Den Helder. Yellowbijk wint de eerste wedstrijd met 75 tegen 72. En slaat de eerste slag in deze finale serie. En ook deze serie wordt natuurlijk vervolgd in de NOS finale maand. Gisteren 81-63 voor de ploeg van coach Gert-Jan van der Linden, waardoor de stand in de Best of Seven serie nu 1-1 is. Voor Binnenland is het de derde finale op rij tegen Den Helder. Nog nooit werd de titel behaald. En ook in de reguliere competitie wordt er vaak verloren van de ploeg uit Noord-Holland. Voor Van der Linden heeft dat een duidelijke oorzaak: het optreden van de scheidsrechters. Gert-Jan van der Linden is het zat dat de Nederlandse scheidsrechters in zijn ogen bepalen wie een wedstrijd wint. Op zaterdag verloor de ploeg uit Binnenland in Den Helder de finale wedstrijd. Van der Linden is toen zo boos geworden dat hij in een column op de site van Binnenland keihard uithaalt naar de mannen in het grijs. Onder de veelzeggende titel: hoe kan je winnen in Den Helder? Ik ben ervan overtuigd dat er met twee maten is, wordt gemeten. En dat was zaterdag was het een absolute, een aantal dingen wat er is gebeurd, dat kan absoluut in mijn ogen niet door de beugel heen. En als je dan op dat moment thuis het beelden terugziet, dan ben je wel gefocust op het basketbal. Want Den Helder heeft verdiend gewonnen, dat ik uit de laatste om dat te ontkennen. Maar mijn column is meer geschreven uit een stukje van dat iedereen maar eens een keertje wakker moet worden, dat het niet met twee maten moet meten. En als we verliezen, dan verliezen we wel van Den Helder omdat we hun beter hebben gespeeld en we verliezen nergens anders door. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind dat er niet met twee maten wordt gemeten. En dan zien we aan het einde wel wat er gebeurt. Is het verstandig om zo'n column te schrijven? Krijg je de scheidsrechters niet nu nog meer tegen? Nou, dan zei dat zo. Als dat zo is, dan moet dat maar.
Maar zo staat ik niet in het leven. Want het is, bij mij is het één zaak, is van wat ik al vertelde, van we moeten allemaal plezier hebben in een spelletje. En als dat door iemand ontnomen gaat worden of door mensen ontnomen gaat worden, ja, dan moeten we daar keuzes in maken. En ik neem het nu op me en ik haal het weg bij mijn ploeg. Want ik vind het veel, ik kan het beter doen dan dat die meiden van mijn ploeg daar gefrustreerd over raken. En het is niet zo dat ik gefrustreerd ben, verre van dat. Maar ik denk dat het een keer helder is. Dit zijn Klaas de Vries en Edwin Wallaert, de scheidsrechters van gisteravond tijdens Binnenland Den Helder. Ze hadden graag gereageerd op het verhaal van Van der Linden, maar moesten hun mond houden. Den Helder-coach Meinder van Veen geeft zijn mening wel. Kijk, op het moment dat je wedstrijden verliest, heb je er altijd wat meer moeite mee als dat je wint. Dat zijn normale patronen en dat heeft niks met de basketbalscheidsrechters te maken. Dat zal iedereen die in de sport zit, zal dat hebben. U heeft niets te klagen over het niveau van de scheidsrechters? Nou, van, ja, op zich mag het altijd beter en zo natuurlijk, maar dat wij vandaag verliezen heeft niks met het niveau van de scheidsrechters te maken. En ook het publiek had een mening over de arbitrale leiding tijdens de wedstrijd op het hoogste niveau. Ja, er gebeuren dingen aan door de tegenpartij waar niks aan gedaan wordt. En Gert-Jan die doet het een keertje en hij krijgt een technische fout. Van de afgelopen wedstrijd hebben we een videobeelden gezien en daar lijkt echt op dat ze zeer benadeeld worden. Ja. Ik denk niet dat er een ploeg bevoordeeld wordt. Ik denk dat de scheidsrechters zo werken zoals ze zouden moeten werken. En dat is onbeoordeeld voor een ploeg. En ze zijn niet voor één of de andere ploeg. Ja, op het hele seizoen genomen, het lijkt ook wel dat ze het niet leuk vinden om dames te fluiten. En u zegt, ze zijn slecht voor beide partijen. Ja. Ja, dat zeg ik, ja. Ik geloof niet dat de partijen er als scheidsrechters zijn. Ze zijn slecht. Ik denk dan dat ze met twee maten meten. En dan blijf ik zeggen, en heel veel mensen, en dat heb ik ook in mijn column geschreven. Anders moeten we samen de beelden kijken en dan heb ik het misschien fout. Alleen dan zijn er heel veel collega-coaches die het dan waarschijnlijk ook fout hebben. Hoewel Van der Linden ook gisteravond dus niet helemaal tevreden was over de scheidsrechters, had hij over het resultaat niets te klagen. Binnenland speelde Den Helder helemaal van de mat. De voorsprong liep in de tweede helft zelfs op tot 28 punten. En dat was ook het aantal punten dat Laura Kooi op haar naam wist te schrijven. De Barendrechtse dames winnen uiteindelijk met 81-63. En de strijd om het kampioenschap is weer in evenwicht. Aan het einde van de avond kan er toch nog een vriendelijk handje af voor de scheidsrechters. Maar niet zonder weer een discussie. Ik ben aanvoerder op het veld en dan mag ik met scheidsrechters praten. Dus ik vroeg hem tijdens de wedstrijd iets en hij wilde niet praten tegen mij. En hij zegt, ja, als iedereen naar mij toe komt, maar ik ben aanvoerder. Ik moet sommige dingen van de coach weten. Dus ik vind dat jij met spelers moet praten. En dat vertelde ik hem. En toen zei hij, ja, maar ik word gek van al die vragen. Dus, maar daar ging het over. Thank you.
maar in een best. Dus weer in actie in de vierde wedstrijd. En daarin moet ze dus proberen haar ploeg binnenland op gelijke hoogte te brengen met Den Helder. Binnenland bereikte ook de afgelopen 2 jaar de play-offs. Maar beide keren ging de strijd tegen de huidige tegenstander Den Helder verloren. Het wachten is daarom nog steeds dus op de eerste landstitel. Binnenland won wel eenmaal het bekertoernooi. Dat was in 2004. En in de reguliere competitie werd de ploeg dit jaar derde. Den Helder speelt sinds 1983 in de Eredivisie en won 11 keer de titel en 4 keer de nationale beker. In het reguliere seizoen was Den Helder 3 maal te sterk voor binnenland. En in deze play-offs staat de stand dus op 2-1. Tot nu toe wint de club die het thuisvoordeel heeft. Afgelopen donderdag was het nog 88-75. Goed, het is tijd om te gaan kijken in Barendrecht. Daar zit voor ons Joop van Ooy. Joop, goedemiddag. Dit is sporthalte Driesprong in Barendrecht. Het decor voor de damesbasketbalfinale wedstrijd nummer 4. Thuisclub is CBV Binnenland Barendrecht. In Zuid-Holland, daar zijn we dus. Tegen Den Helder. Dit is de derde achtereenvolgende keer dat Den Helder en Barendrecht tegenover elkaar staan in de finale. De stand in de finale is dat Den Helder aan de leiding gaat met 2-1. En de speelsters van Barendrecht nu worden voorgesteld aan het publiek. Het is dus aan Barendrecht om de stand op 2-2 te brengen. Want anders wordt het voorschot voor Den Helder op een landstitel wel erg groot. Kansen voor beide ploegen dus vanmiddag. Dit is coach Gert-Jan van der Linden. De speelsters van de thuisploeg. En eerder vroegen we al aan Gert-Jan van der Linden en Meindert van Veen van Den Helder wat hun opvattingen zijn over de wedstrijd van vanmiddag. Gert-Jan, vierde finale wedstrijd binnenland Barendrecht tegen Den Helder. Wat verwacht je ervan? Nou, ik denk dat het een hele mooie wedstrijd kan gaan worden. Het is staan 2-1 voor Den Helder. Dus ja, voor ons wordt het noodzaak natuurlijk om onze thuiswedstrijden te blijven winnen. En we gaan er alles voor openstellen om dat te creëren. Je hebt eerder finales gespeeld tegen Den Helder, afgelopen 2 jaar ook verloren. Zit er nu wel een winstkansje in aan het einde van de rit? Nou, als ik eerlijk ben, waren we vorig seizoen beter in vorm dan nu. Dat komt met name door de pech die we hebben met blessures. Neem niet weg dat we gewoon elke wedstrijd spelen om te winnen. En als ik zie de afgelopen week hoe die meiden hebben gepresteerd, zeker in wedstrijd 2, zijn we niet kansloos. Dus we gaan er een mooie wedstrijd van maken. Je zegt niet kansloos, dan moet je in elk geval op 2-2 komen. En als het richting een 7e wedstrijd gaat, vergroot dat je kansen eigenlijk als outsider? Nou, dat denk ik wel, want hun moeten gewoon deze serie winnen. Daar zijn ze ook van hun stand verplicht afgelopen seizoen gezien dat ze met de kop en schouders boven iedereen hebben uitgestoken. Wij waren dit seizoen derde in de competitie, maar net al wat ik net al vertelde met de pech die we hebben gehad met het hele jaar door met blessures, ja, is het voor ons een alles of niets. En we hebben eigenlijk dan op dat moment niks te verliezen. Dus we kunnen gewoon heel vrij en open spelen. En met de kwaliteit die we toch nog hebben in de ploeg kunnen we wel voor een verrassing zorgen. En Helder, als altijd de nummer 1 in de competitie. Tweevoudige kampioen de laatste 2 jaren, dat schept verplichtingen. Ja, zeker gezien onze historie natuurlijk. We zijn al zo vaak kampioen geworden, dus als wij in een seizoen beginnen, maakt het niks uit welke spelers erin staan, maar iedereen verwacht dat wij met kampioenschap spelen. Nu 2-1 voor in de serie, hoe gaat het lopen vandaag? Nou, afgelopen dinsdag hebben we een behoorlijke flater hier geslagen, dus als we niet scherp zijn, dan kunnen we meer behoorlijk om onze oren krijgen vandaag. Want een derde landstitel reken je wel op. Wat zeg je? Een derde landstitel, daar reken je wel op. Ja, als je het hele seizoen bovenaan staat en ook nog ziet de personele problemen die er bij hun zijn, dan moeten wij gewoon kampioen kunnen worden. Aan de andere kant, binnenland misschien wel sterker dan ooit. En zeker in thuiswedstrijden, het zal niet eenvoudig worden. Nee, maar het hoeft ook helemaal niet eenvoudig te worden. Bij wijze van spreken, als je in de laatste seconde van de 7e wedstrijd de winnende maakt, is het ook voldoende natuurlijk, want het gaat uiteindelijk om het eindresultaat. Even direct de boodschap aan je speelsters. Wat moeten ze nou vanmiddag goed doen? Vanaf het begin moeten we klaar zijn, agressief spelen, ze over het hele veld oppakken. En dan kijken of ze in 40 minuten of ze ja, uit kunnen wonen, zeg maar. En dan is het halve kampioenschap gedaan? Nou, als je vanmiddag hier kan winnen, dan heb je natuurlijk een enorme stap vooruit gezet. Maar zover is het nog niet. Meindert van Veen, de tegenstander dus, Barendrecht, de thuisclub, heeft in feite 7 fitte speelsters over. Die lijst ziet u hier.
Dat leidt tot een startende vijf. Vogelsang, Jackson, Van Alten, Kooi en Sloof. Gert-Jan van der Linden, de coach. En dit is de ploeg van Barendrecht Binnenland. Met op de bank drie geblesseerde speelsters. Kelly Versluis, Nathalie Hoedetsch, dat is degene rechts in beeld. En Petra Rutgers. En met name het gemis van Hoedetsch, die in de halve finale tegen Pro Build Lions geblesseerd raakte. Dus een Slovaakse en een Canadese achtergrond. Dan de line-up bij Den Helder met nummers 10 en 11 Amerikaanse speelsters. Tasha Washington en Cherry Lee. En dat leidt tot een basis 5 waarin voor Washington geen plaats is. Wel voor Cherry Lee, Penturi, Holman, Kooi en Van den Berg. Beide ploegen dus een nummer 6 genaamd Kooi. Leonie Kooi bij Den Helder en haar oudere zus Laura bij Barendrecht. En dit is ook een belangrijke speelster die niet meedoet. Fleur Joor, spelverdeelster bij Den Helder. Kort geleden geopereerd aan de kruisbanden en zij is er dus niet bij. De scheidsrechters zijn Edwin Wallaert en Richard Walst. En finale wedstrijd nummer 4 is op gang. Dit is Triola Jackson, waarmee u zojuist kon kennismaken met de eerste scoren. Washington dus. En dit is Naomi Holman. Center van Helder, zoals de ploeg heet sinds oktober 2005. Heeft al 11 landstitels verzameld. Naomi Holman scoort. Met haar lengte 1,90 meter. Goed voor 11 punten per wedstrijd. Christa van Alten. Meindert van Veen. Met Daisy van der Beek. Goed opbrengen en zelf voor de actie gaat. De fout naar de verdedigster, naar Cherry Lee. Tweede fout van haar. Cherry Lee ook voor de voorzichtigheid al naar de kant gehaald door Meindert van Veen. Keer. We gaan meeluisteren bij Meindert van Veen en zijn speelsters van Yellow Bike Den Helder. Nobody takes the responsibility. So Jessica's already going by a player and immediately she passed the ball away. Karna then go by a player, pass the ball away. So take the responsibility and get everybody involved. Get everybody involved in the offense. So the next offense is 3. Get everybody involved. Yeah, and we're already for 7 minutes on the floor and still we acting like really nervous. Play normal game. Come on, 1, 2, 3, team. Het is duidelijk. Meindert van Veen zit nog over. Niet goed te doen. 6,5 minuten zijn er gespeeld. 6 puntjes voor zijn ploeg is absoluut onder de maat. Neem je verantwoordelijkheid. Dat is wat Van Veen aan zijn speelsters vraagt. Naomi Holman. Goed pakt ze de rebound, maar loopt dan achterwaarts. Tasha Washington. Die meteen doorloopt en aan de andere kant weet te scoren. Goed schot. 5. Pressie meteen weer van Den Helder. Via Triola Jackson en dan meteen de onderschepping. Mede door Tirza. Die ziet dat Jessica van den Berg scoort. Jessica van den Berg maakt een P.
Er zijn drie aderlatingen bij Binnenland die doorspelen met zeven speelsters. Daar gaat een speelster naar de grond door haar enkel heen, vrees ik. Een hele onprettige landing was dat daar voor Cherry Lee. Geraakt aan het hoofd. Nog een keer, wat gebeurt er? De botsing tussen haar en Laura Kooi. En ze slaat met haar hoofd tegen de vloer. Cherry Lee is belangrijk bij Den Helder, 17 punten per wedstrijd gemiddeld. Meindert van Veen en de zijne kunnen haar uitvallen, dus absoluut niet gebruiken. Ze wordt heel voorzichtig. Cherry Lee, kansen door. En we hoorden Gert-Jan van der Linden zijn speelsters vragen om gebruik te maken van de ruimte die vooral gecreëerd wordt als Laura Kooi richting basket kan gaan. Cherry Lee naar de kleedkamer. Het is te hopen dat ze terugkomt, dat het niet een hoofdwond is of een hersenschudding of zo. Even afwachten. Het eerste kwart is gespeeld. Cherry Lee in de kleedkamer. Daar is Cherry Lee weer terug bij Den Helder uit de kleedkamer. Benieuwd of ze weer snel in de wedstrijd kan komen. Dit is Venturi. Romy Calderon op de vrijworplijn. Schiet het 13e punt voor Den Helder erin. En de kans met haar ploeg. Dit is Irene Sloof. Die het moeilijk wordt gemaakt door Venturi. En Sloof krijgt de P. Van afstand Romy Calderon. Drie punter. Bal bezit voor Leonie Kooi. Die er goed tussen zat. Cherry Lee omhoog scoren. Twee punten voor Cherry Lee. En het haar 21-19. Vandaar de time-out. Keep on the pressure on them and run. And get everybody involved. Here is the post to post. Leo goes this way instead of going this way. You guys don't go to the rim. Make your left-handed layups. Here I tell you the whole story. You need a left hand. You better get dribble under the basket then. Good steal. Hey, hey. If number 5 is on the floor, that man help on Triola. Okay? 1, 2, 3, Steve. Let's go, lady. Meindert van Veen heeft wel wat aan te merken op zijn speelsters, maar het moet toch blij zijn dat zijn ploeg Leonie Kooi. Kort. Aanval van Den Helder. Cherry Lee. Goed. 4 punten Cherry Lee. Ploegen naast elkaar in de wedstrijd. Nummer 12 en 22. 23 beide. 4 minuten nog voor rust. Cherry Lee terug in de wedstrijd. En dat is prettig voor Den Helder. Naomi Halman. Center van Den Helder. En de rebound uiteindelijk voor Den Helder. Karen Heijnen. En Cherry Lee. Ze wacht op hulp. Die krijgt ze van Laura Kooi. Kooi, daar gaat
Washington tegen de grond van zijn vrouwen. Romy Calderon, 3 punten. Nee, spel afgefloten. En Jerry Lee zegt, ja, er zat toch wel degelijk een tegenstander die mijn handen sloeg. Vrijworpen, nou, die handen. En de onderschepping van Naomi Hallman. Goeie fase van Den Helder. Wat te denken van deze 3-punter. If it doesn't get it, you can root for the low offense. So it is Shirley and Naomi on the top. Tasha dribbled in the sideline. Screen for Jessica. Jessica steps out. En hier waited for Romy for the 3-point shot. If they switch, so try to be a little bit lower than the free throw line. If you don't get a quick shot, you run a normal offense. Oké, okay? I think we have a foul. We have 2 fouls. 2004 en 2005. Probeert dus een derde achtereenvolgende titel te pakken. Nou, onder in beeld van Gert-Jan van der Linden bij de scheidsrechter. Want hij vindt dat ze soms te veel toelaten binnen. En dit is de kleedkamer in Den Helder, waar Meindert van Veen de scepter zwaait. Er volgt een conflictje uit met Romy Calderon. Na het laatste fluitsignaal, dit is Romy Calderon. En in afwachting van de komst van de coach, die de statistieken op de bank nog doorneemt, puffen de speelsters eventjes uit. Maar ze hebben in elk geval wel een riante voorsprong. Ze leiden met 34-28 hier in Barendrecht. Ze hebben dus geen guards bij binnenland. Kunnen slecht de bal opbrengen tegen de pressie van Den Helder. En als Den Helder ook nog het schot heeft, zoals dat van Romy Calderon, dan lopen ze uit. Den Helder stond achter met 21-12. Boog dat via een run. Irsa Penturi. Haar eerste punt in de wedstrijd. Guard, 1,67 meter. Of springt eruit. Den Helder op tempo. Scoren Leonie Kooi. De jonge zus van Laura bij de familie. Het is Leonie Kooi die de fout maakt. Den Helder mag wel door met het afstandsschot. Romy Calderon, 3-punter. En de press meteen weer van Den Helder. Verschil nu al boven de 10. Nieuw aanval, Den Helder. En de persoonlijke fout in de verdediging voorkomt een nieuwe score. En een time-out voor binnenland. Dat niet goed start. 28-34 is omgezet in 29-41. Het verschil is in elk geval al 11 punten. 29-41. Vandaar dat de technische leiding bij monden van Gert-Jan van der Linden besluit voor de zoneverdediging. Eerste vrije worp niet goed voor Cherry Lee. En ook de 2. De bal wegkrijgen bij die press van Den Helder. Dat is de kunst. Die piek van Gert-Jan van der Linden zijn vruchten af kan werpen. De zoneverdediging van binnenland nu. En dus het afstandsschot. Die zal op 18 punten. Overname Den Helder. En die zijn wel razendsnel aan de andere kant. Leonie Kooi. Binnenhalen.
in wedstrijd nummer 5. Of komt Binnenland nog terug en brengt... Triola Jackson wordt afgetroefd door Naomi Almen. Running the normal game, you're not the shooter in the team. Fist! Ruim 6 minuten nog. 6 punten, de voorsprong voor Yellowbike Den Helder. Cherry Lee, bal naar buiten. Karin Heijnen, 2 punten. Afwerpt in de tweede helft. Naomi Halmen staat al op 4 fouten, moet voorzichtig zijn. Romy Calderon, die vindt haar schot eindelijk weer terug. 21 punten in totaal voor Romy Calderon. Belangrijk voor Den Helder. Washington. Leonie Kooi, 3 punten, een hele belangrijke voor Den Helder. Verschil ineens weer 6. Formatie van Meindert van Veen. Die nog maar 5 seconden hebben op de schotklok. En dan de lay-up. De penetration van Jessica van den Berg. Verschil weer 4. Een belangrijke bal mist. Meteen bal naar de andere kant, naar Naomi Halmen. Die de zaak had kunnen beslissen. Maar er komt een P voor Irene Sloof. Spelverdeelster tegen wil en dank. Ze moet wel, door alle blessures. Voorsprong. En dat moet in 1 minuut 26. En nog vrije worpen voor de boeg genoeg zijn. Naomi Halmen mist de eerste vrije worp. Den Helder kan die punten goed gebruiken. Mist ook de tweede, maar ze hebben de... Deed. 1 minuut 8 nog. Deze kan Meindert van Veen goed gebruiken. 61-56. En meteen balverlies voor Binnenland. Dat is duur. 1 minuut 2 nog. Den Helder kan nog in de problemen komen. Heeft alle puntjes nodig. En Van den Berg realiseert zich dat. Staat op 7 punten totaal in deze wedstrijd. En de afdeling zijn voor Binnenland van den Berg. Die het pleit beslecht in het voordeel van Den Helder. Tanee Vogelsang mist aan de andere kant. En dat kan Den Helder om op te spelen tegen de press van Den Helder. En Den Helder maakt het fraai af hier in Barendrecht en wint met 58-64.
Voor Den Helder was het alweer de 12e keer in de geschiedenis dat de landstitel werd binnengehaald. Coach Meindert van Veen maakte alle titels mee, maar vindt de laatste nog net zo mooi als de eerste. Dit is een behoorlijke bevrijding, want ik vond het een enorm moeilijk seizoen. En het is toch altijd aan het eind worden de prijzen verdeeld en dan maak je de rekening op en het is het weer dik waard geweest. De zege werd gisteren uiteindelijk makkelijk veilig gesteld, maar daar zag het in het begin van de wedstrijd niet naar uit. Den Helder begon nerveus en Binnenland nam een voorsprong van 17 punten. In het derde kwart liep Den Helder uit, mede dankzij scores van Naomi Hallman en van Tirsa Penturi. Den Helder won uiteindelijk met 101-63 en kon het 12e kampioensfeestje gaan vieren. Ik vind hem natuurlijk van grote achterstand fantastisch teruggekomen zijn. Ja, want er is geen twijfel mogelijk, de terechte kampioen komt uit Den Helder. Ja, dat hebben we nu toch wel laten zien in deze wedstrijd ook. We hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. Oh,
geven. Want ze moeten ervan genieten. En dat gaan we nu doen. Dus al wie anders dan een man die dat al jaren doet, gaat hun één voor één naar voren halen. Niemand minder dan. En geef een groot applaus. Tine van der Belt. Kom nogmaals, dankjewel. Het kan. En dan gaan we. Nummer 4.
ook wel een beetje narigheid. Dat is wel bijna waar. Ik ben er helemaal niet.